Ja, ze slaat nog eerst nog zo. De eigenaar was tijdens de overval in zijn eigen huis aan de overkant van de winkel. Op beveiligingsbeelden ziet hij dat de overvallers nog geen minuut binnen zijn geweest. Get a job. Ja, blijf met je poten van... Ik kan er heel boos om worden, maar ja. Het ergste is voor dat meisje natuurlijk. En dat meisje stond gisteravond in de winkel. Ze had instructie gekregen hoe ze moest reageren tijdens een overval. Ze heeft natuurlijk ook gewoon de instructie om niet de held uit te gaan hangen. Maar daar begon ze wel mee. Ja, automatische reactie denk ik. In het paviljoen hangen 12 camera's. En volgens Vendel was dat de afgelopen 10 jaar dé methode om overvallers buiten te houden. De mannen waren gemaskerd helemaal. Maar het is wel duidelijk herkenbaar aan kleding. Houding, gedrag. Dat wellicht iemand die dit ziet, een van twee of allebei herkent. En het verzoek om dan contact op te nemen met politie Beverwijk.